Egmond binnen. Dat is de wereldstad waar musicalster en zanger Jim Bakken woont. Nou is er iets verschrikkelijks gebeurd met Jim. Kijk, de kranten staan er vol mee. Trauma voor Jim. Tijdens Grease, de musical waar Jim in speelt, heeft hij een ongeluk gehad. En het schijnt zo te zijn dat hij er zelfs een blauwe plek aan over heeft gehouden. En ja, wat moet de wereld zonder Jim Bakken? Dus al het nieuws wordt onbelangrijk. We gaan op ziekenbezoek. Nou is Egmond binnen toch niet al te groot. Maar er staan nergens pijlen van daar woont Jim Bakken. Er is ook geen Jim Bakkenstraat. Dus maar eens eventjes rondvragen. Nou, we hebben in ieder geval Jamai gevonden. Nou, Jim nog. We zijn op zoek naar Jim. Geen idee waar die is. Je weet niet waar die woont? Nee. Ja, die is van toneel afgegaan. In de koorbak. Zo. Nou, dat moet u niet zo vrolijk vertellen. Waarom niet? Dat is toch erg? Ja, hij heeft alles er nog op en eraan zitten. Nou, maar hij heeft misschien wel een blauwe plek, hoor. Nou, dan een blauwe plek, zei het Joodje. Dat gaat ook wel weer over, hoor. Toen nou. Erg, hè? Nou ja, natuurlijk is het erg bij iedereen. Of nou Jim is of een ander, het blijft erg. Nou, je moet het niet zo bagatelliseren. Ja, maar ik bedoel, of nou Jim is of een ander is, ik bedoel... Nou ja, ik bedoel, Jim is natuurlijk erger als het daarbij gebeurt. Nee, vind ik niet. U iets vragen? Ja, hoor. Was u bij Jim Bakken net? Nee. Oh, woont hij hier in de buurt? Ja. Waar woont hij? Het steegje in en dan het eerste huis rechts. Het steegje in het eerste huis rechts, oké. Nou, ik ben erachter. Jim woont op de Westerkroft en wat geef je een stoere zanger, stoere musicalster, een bosje bloemen en een verbanddoosje. Goedemiddag, wij zijn van geenstijl.nl. Hoe is dat nou mogelijk? Hoe is dat mogelijk? Wij komen zo'n lief eventjes een hart onder de riem steken. Ik zal kijken of hij naar beneden kan komen. Ja, graag. Hij is zwaar gewond, hè? Nou ja, hij is pittig heavy. Ik zal even kijken. Ja, ik wacht even. Het is pittig heavy. Hij wil wel, maar dat gaat echt niet. Hij legt op de bank, of op zijn bed. En dat wordt nog eventjes niks. Hij moet een paar dagen rust houden. Want wat gaat er dan niet? Valt zijn bed af. Hij kan niet omhoog komen? Ja, zijn schouder die legt een puin, dus... Want wat is er dan? Dan heeft hij een blauwe plek of zo? Een scheur in zijn schouderblad ook. En die hersenschudding. Hè. Normaal, vroeger, moest je 6 weken plat. En als vader gaat dat natuurlijk ook niet in je koude kleren zitten, dit? Nee, zeker niet. Drama. Ik kan nog zo nuchter wijzen, maar dit trek je eigenlijk wel aan natuurlijk. En ook in die zaal zelf is het een chaos geweest. Flauwvallende mensen. En, oh ja? Ze hebben alles meegemaakt, alles gezien natuurlijk. Nee? En als je dat meemaakt, dat is niet leuk. Dat wil je niet. Droomt u er ook van? Nee, ik droom nog steeds van andere dingen, ja. Van wat dan? Nou, van lekkere meiden, zal ik maar zeggen. Echt waar? Nee. Ligt zo'n lief, ligt helemaal doodziek boven en meneer loopt gewoon te dromen over vrouwen. Dat is gelul natuurlijk, hè. Geef hem de bloemetje en de verbanddoos. Verbanddoos, die moet hij wel gebruiken dan, hè. Zitten hele goede pleisters in. Ik zal het wel geven. Ja? Ja. Nou, u beschermt hem goed in ieder geval. Succes met hem, hè. Dat moet ook, hè. We hopen hem heel snel weer te zien. Nou, komt voor elkaar. Oké. We zullen eraan werken. Tot ziens. Oké. Dag. Hey. Tot ziens, hè.